je zult je wel afvragen, wat doet meneer Jansen op een doordeweekse dag in zijn scheidsrechterstenue op een voetbalveld? Harry neemt een duikje in het verleden en wel naar het begin van de jaren 80. Hier denkt hij dat die Frits Bom is, de vroegere ombudsman van de VARA. Meneer Jansen, wat is er precies gebeurd? Nou, Max, ik had een zondag al... Nou, ik ben geen Max hoor, ik ben Harry hoor. Oh, Harry. Ja, Max is daar, dat is Max. Ik ben Harry. Nou, Harry, ik had een zondag had ik een wedstrijd in de tweede klas onderafdeling. Ja. De wedstrijd Arnhemse Boys 4 ja. tegen Hertog Hendrik 3. Om een lang verhaal iets te bekorten... Een kwartier na rust wordt een aanvaller van Hertog Hendrik neergelegd op de rand van het strafschopgebied. Is het er buiten of er binnen? Meneer Jansen besluit tot een gewone vrije schop voor deze overtreding. Overtreding. Overtreding tegen iemand van Hertog Hendrik. Van Hertog Hendrik. Ja. Waarop de linksback helemaal van achteraf naar die beruchte 16 meter lijn van de tegenpartij kwam. Ja. Waarbij ik die vent dus opving en hem een knal gaf. Moment. Wat gebeurt er dan? Die jongen die komt naar u toe. Die jongen die komt dus tussen een x-aantal spelers. Iemand van Hertog Hendrik komt naar u toe. Komt naar mij die toe. Is er niet mee eens. Die is met de situatie niet, niet mee eens. Niet eens. En die komt naar u toe. Maar ik heb alleen maar gefloten voor die overtreding. Meer nog niet. Oké. Okay. Dat was ook geen strafschop. Ik ben even die speler van Hertog Hendrik. Let op. Ik ben de speler van Hertog Hendrik. Ja. Wat doet hij? Die vent die komt zo naar mij toe vliegen. Die komt naar u toe. En ja. Ik kan hem en gelijk tik. U doet gelijk. Dus ik vang hem op zo. Ja, ja. U vangt. Ik vang hem zo van pats. Oh. Oh, die ging die. En die ging gestrekt? Die ging lekker liggen. Die ging liggen? Ja. Oh. Nou, is dat goed. Zo. Dat vind ik nogal... Hoe oud bent u? Ik ben 58. Maar u haalt gelijk uit? Ik, als je met een celje van de kijker naar me toe komt, dan is pats. En zo te zien, zoals u het deed... Is het ook raken ook dan, denk ik, ja, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Vol op de kin? Vol op de graffel op. Niet wachten? Nee. Uithalen? Gelijk pats, raak.